feest vandaag in het Singer Museum in Laren. De weduwe van zakenman Jaap Blokker schenkt de privécollectie. Dat is een verzameling van meer dan 100 werken van Nederlandse schilders van rond 1900. Schilderijen van Jan Sluiters, Jan Toorop en Kees van Dongen. Voor de collectie wordt een speciale vleugel gebouwd en ook die wordt betaald door mevrouw Blokker. Dankzij de grote schenking van Els Blokker-Verwer toont Singer Laren vanaf eind 2021 permanent hoogtepunten van het Nederlands modernisme. Nu vast een tipje van de sluier. In 1910 schildert een knalverliefde Jan Sluiters zijn nieuwe geliefde Greet van Koten in Villa Vita Nova aan de Hilversumseweg in Laren. Greet van Koten had hij net in Amsterdam leren kennen tijdens de opening van een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 1909. Een tentoonstelling die hij hield samen met Cornelis Spoor, een vergeten kunstenaar, en Piet Mondriaan. En Sluiters was net getrouwd, had een babytje, maar hij viel zo als een blok voor deze Greet van Koten, lectrice, voorleester uit Haarlem, dat hij subiet met haar Amsterdam verliet, eerst een tijdje in Hezen ging zitten en toen 3 jaar lang zich schuilhield in Laren aan de Villa Vita Nova aan de Hilversumseweg. En daar maakte hij zijn mooiste luministische, fauvistische werken. Het gevoel van een landschap, of in dit geval zijn geliefde, omzetten in licht en kleur. En dit werk, gedomineerd door die blauwe en rode en die knalgroene ogen, spetterend van het doek. En in 1909 presenteerde Sluiter zich in het Stedelijk als ultramoderne. En toen de psychiater Frederik van Ede de zaal bezocht waar Sluiters en Mondriaan exposeerden, noemde hij het een ziekenzaal. Zoiets had hij nog nooit gezien. Dit kon niet. Het begin van modernisme in Nederland. Greet van Koten van Jan Sluiters is vanaf 2021 permanent te zien in Singer Laren, thuishaven van de modernisten.